Mijn naam is Henry Willink, voorzitter Machterhoek, directeur Hameland. Maatschappelijk ondernemen zit in mijn bloed. Ik ben Jacques van Liesdonk, penningmeester Machterhoek, directeur Fidessa. En sociale betrokkenheid is onze core business. Mijn naam is Mike Timmer, advocaat bij Baks Advocaten Belastingkundige te Doetinchem. En secretaris van Machterhoek. En ik ben tot op mijn tenen sociaal betrokken. Ik ben Ineke Kannenworf, in het dagelijks leven directeur van MEE. In het bestuur van Machterhoek kom je mensen tegen die het leuk vinden om samen iets te maken van de wereld om ze heen. Ik ben Wauke van Schermburg en maatschappelijke betrokkenheid is juist in deze tijden een heel groot goed. En daarom doe ik met heel veel plezier mee met Machterhoek. In deze aflevering maakt u kennis met het bestuur van Machterhoek, het bestuurscomité, de maatschappelijke maten en een van de vele projecten van Stichting Machterhoek. De essentie is eigenlijk dat je aan de ene kant vraag je bedrijven of die willen komen. En die bedrijven hebben allemaal wel ideeën hoe ze iets zouden kunnen doen voor de samenleving. En dan moet je denken aan ruimte, aan personeel, aan geld. Maar vooral niet geld als eerste. Vooral aan andere mogelijkheden. En dan zeggen de bedrijven, wij willen iets doen. Alleen we weten nog niet precies wat. Dus dan moet je ook aan de andere kant, moet je ook mensen, dat noemen wij de vragers. Dat zijn stichtingen en verenigingen. En die stichtingen, dat zijn hele slimme, enthousiaste mensen. Die houden zich bezig om de samenleving een beetje beter te maken. Nou, wat proberen we dan? Dan proberen we aan de ene kant de bedrijven en aan de andere kant de stichtingen en verenigingen bij elkaar te brengen op een ruimte, op een bijeenkomst. En die gaan met elkaar van gedachten wisselen. Nou, wat ontstaat er dan? Dan ontstaat een heel creatief proces. Dat bijvoorbeeld, dan zegt een toneelvereniging, wij zoeken eigenlijk geld om ruimte te kunnen huren, om repetities te kunnen houden. En dan zegt zo'n bedrijf, nou, ik heb geen geld voor u, maar ik heb wel voor u een bedrijfsruimte. Die bedrijfsruimte die staat leeg of die heb ik s'avonds niet nodig. Dan mogen jullie als toneelvereniging daar gratis gebruik van maken. Het beurscomité organiseert een beursvloer op 26 april in Stadion de Vijverberg. Het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties worden hier samengebracht met als doelstelling om duurzaam te gaan samenwerken. We leven hier, dus we moeten zorgen dat we heel voorzichtig omgaan met onze grondstoffen, met onze leefklimaat, met de mensen die daar leven, want daar gaat het natuurlijk om. En als je nou maatschappelijk onderneemt en je zegt van ik hou bij al mijn beslissingen rekening met de regio waar ik woon, dan kunnen we niet anders als bedrijven en ook als mensen zeggen laten we nou eens voorzichtig zijn met grondstoffen, maar met de mensen, rekening houden met de eigenaardigheden van mensen en zorgen dat we op een economisch verantwoorde manier het bedrijfsleven blijven ondersteunen en ook het bedrijfsleven de kans heeft om in deze regio samen met de mensen gewoon een aantrekkelijke regio te zijn voor iedereen die in deze regio woont. Als regionaal middelgroot accountskantoor in deze regio hebben wij een hele sterke verbondenheid met de regio. En zien wij ook gewoon dat het van belang is om maatschappelijk verantwoord enerzijds te ondernemen. Maar aan de andere kant ook gewoon je inzet te geven om te zorgen dat de maatschappij zich verder ontwikkelt. En diegenen geholpen worden die gewoon daar behoefte aan hebben. Machterhoek staat voor maatschappelijk ondernemend Achterhoek. Het is een stichting die zich in de breedste zin van het woord inzet om het maatschappelijk klimaat in de Achterhoek gezond te houden. In deze uitzending laten wij zien waar Machterhoek voor staat, haar werkwijze en wie er zo betrokken zijn. Machterhoek kent maatschappelijke maten, oftewel directeuren van Achterhoekse bedrijven die de stichting steunen. De maatschappelijke maten treffen elkaar 5 keer per jaar en horen hierbij onder andere de ontwikkelingen van de projecten aan van Machterhoek. Voorzitter Henry Willink opent de bijeenkomst. Het thema van deze bijeenkomst was werken naar vermogen. Directeur van Sociaal Werkvoorziening Hameland in Lichtenvoorde. Ik heb ook 2 collega's bij mij, omdat wij vanmiddag ook wat willen vertellen over de wet werken naar vermogen. 2 medewerkers van Sociale Werkvoorziening Hameland vertellen op een zeer innemende manier over hun ervaringen op de arbeidsmarkt. Ik blijf dus poezen, maar uiteindelijk is het mij dan gelukt om sinds 1985 bij de Hameland Groep aan het werk te gaan. Toen ben ik in 86 bij de Hameland gekomen. Heb ik altijd gedetacheerd geweest, kantoorwerk gedaan ook. Ik heb in 2003 een ongeluk gehad met zware hersenletsel.
Gert-Jan van der Molen, rector van het Ulehof College, wilde de kersttoneelvoorstelling van zijn leerlingen niet alleen aan zijn eigen leerlingen laten zien. In overleg met Berna van Kampen, de directeur-makelaar in dienst van Machterhoek, kwamen zij beiden tot de conclusie dat jong en oud samenbrengen voor deze voorstelling een goed idee was. Schouwburg Amphion-directeur Charles Drosten stelde zijn schouwburg en personeel ter beschikking. Seniorenhuizen uit de gemeente Doetinchem werden benaderd. Verzorgers gaven aan dat een uitje, in de tijd van bezuiniging, zeer welkom zou zijn. Zowel jong als oud genoten van dit bijzondere treffen en de voorstelling zo vlak voor kerst. Het Ulehof College, Amphion, Arriva en Machterhoek waren zeer enthousiast over dit project en zijn overeengekomen dit elk jaar te organiseren. Kees van der Wouw van Arriva stelde zelfs voor om alle seniorenhuizen uit de Achterhoek hiervoor uit te nodigen. Een nieuwe datum in december staat alweer vast. Ja, ik weet het niet, maar ik denk wel dat ze het goed begrijpen, want we hebben het goed uitgelegd door twee spelers. Dus. Ja, en we spelen natuurlijk normaal voor leeftijdsgenoten en dan, ja, deze mensen die interpreteren het heel anders. Ja. Dus dat is ook met repeteren moet je heel erg van, oh, als ik dit doe, hoe zullen zij het dan vinden? En ook, ja, duidelijk articuleren. En dus daar zit wel veel tijd in, maar het is wel heel erg leuk. De directeur van Machterhoek, Berna van Kampen, werd uitgenodigd door het blad Gelderse Klasse om deel te nemen aan een bijzondere lunch. Kees van der Wouw, regiomanager vervoersmaatschappij Arriva, initieerde deze lunch om met de burgemeester van Doetinchem, de heer Keizer, Dennis Kaal, eigenaar van Hotel Villa Ruimzicht, van gedachten te wisselen over de maatschappelijke betrokkenheid en het maatschappelijk klimaat in de Achterhoek. Naast het overheerlijke eten werd het een inspirerende lunch waarbij het inzichtelijk werd hoe betrokken elke tafelgast is bij de maatschappelijke welvaart van de Achterhoek. Wij zijn een overheid die buiten de eigen grens durft te treden en de ander ook durft op te zoeken als die over de grens durft. Als je kijkt naar onze moedermaatschappij, Deutsche Bahn uit Duitsland, heeft dit letterlijk in zijn visie staan dat je moet kijken naar je omgeving in de manier waarop je onderneemt. En we hebben binnen Arriva Nederland afgesproken dat we vooralsnog daar regionaal invulling aan geven. En dat maakt het heel mooi. Deze lunch resulteerde in een prachtig 5-pagina tellende reportage in het blad Gelderse Klasse van eigenares Marion Andriessen. Berna van Kampen wordt regelmatig gevraagd wat meer te komen vertellen over Machterhoek, zoals bijvoorbeeld bij de meeting van grootse vrouwen. Sarien Skolnik, directeur van het Graafschap College, spreekt hierbij over Achterhoek 2020, een initiatief om de Achterhoek op alle gebieden gezond te houden. De drie O's spelen hierbij een belangrijke rol. Onderwijs, overheid en ondernemers. Ja, die drie O's en die werkplaatsen, daar zitten dus alleen maar mannen in die partijen. En nu langzamerhand komt er ondersteuning. Wat is er nu echt aan de hand? Wat zit hierachter? Hoe kunnen we dat ook procesmatig in goede banen leiden? Dat betekent ja, dat nu langzamerhand ook echt over de inhoud kan gaan. Het forum werd vragen gesteld over de kracht van de Achterhoek. Hierbij kwam ook het dialect te sprake. Bij de fysiotherapeuten, toen zei hij, dat is niet slim. Want die had ik mee, die moesten afgesteld. Weet ik. Ik zei, nee, dat weet ik, dat is niet slim. Nee, zei hij, dat is niet slim. Ik zei, nee, dat weet ik, dat niet slim is. Hier kwam duidelijk aan het licht dat Achterhoekse vrouwen bij de Club van Grootse Vrouwen hun maatschappelijke betrokkenheid serieus nemen en met daadkracht aanpakken. Machterhoek, of maatschappelijk ondernemend Achterhoek. Ik moest even aan de naam Machterhoek wennen, maar macht inzetten voor een goed maatschappelijk betrokken bedrijfsleven in de Achterhoek. Dat loont. Geweldig zo voortvarend Machterhoek te werk gaat.
professioneel en doeltreffend. De samenwerking tussen grote bedrijven uit de Achterhoek en maatschappelijke organisaties breidde zich dagelijks uit. Met grote glimlach op het gezicht van de ondernemer en de maatschappelijke partner. Achterhoek vult een gat dat door de gemeente en provincie niet ingevuld kan worden. Maatschappelijk ondernemen rendeert op alle fronten. Chapeau! Is getekend Clemens Ros. Meer informatie over Achterhoek treft u aan op de website www.achterhoek.nl. Twee zaken. Je moet eerst creativiteit moet je iets bedenken. Ja. En implementatie, dat is fase daarna.